is Thanksgiving, mijn kalkoen. Sipping dagger, red gin and juice. Dit is fijn, still it's not a boost. Fatsoenlijke jeans en gevoel en voel. Uw shit is fuck, en wij doen er toe. Diddy E, get it, school my you. Zet geen slogan en dat geeft hij toe. Kie doet die zaken like a boss. Kie is kok en maakt de beste saus. Kie is boos, soms kie is stout. Kie gaat dansen op die acid house. Honger, tjoe, kijk cool in de boel. 100 push-ups zonder doel. Energie met de G's hier. Als G's hier, wil dat weer een bier. Gie doet die shit in de down. Gie doet die shit al zo lang. Gie zit die stil op de bank. Gie doet die zaak als een baas. En heffe, en heffe. Alleen klassiekers, all lies on me. Luister toe, maar jullie drinken spits. Ze praten boos, maar ze pushen niks. Papa zet je op een koppel bricks. Bla bla kan, direction Paris. De helft uit Brussel, nu op dat is bah. Hey ja, Brussel, ze zijn show, kom. Brussel, ze zijn show, kom. Goedenavond. Hey yo, Brussel. What the fuck is up? Welkom, welkom. U zag de beginbeelden van de film Zwangere Guy. Een mooi een sprookjesverhaal eigenlijk over een jonge Brusselaar die hier in de AB, die het van hulpkok schopt tot headliner. De beelden vanuit die kwamen van 29 maart 2019, vorig jaar, ongeveer een jaar geleden. Heel de AB was toen in opwinding, opgewonden, in extase. Van de keukenploeg tot de kuisploeg, van de directeur tot de programmator. Want iemand van de eigen kweek, een eigen jongen, stond op het grote podium van de AB. Een sprookje eigenlijk. Gorik van Oudheus is 14, amper als hij hier in de AB komt kijken naar een Luikse hiphopgroep, Star Flam. En hij ontdekt hier de hiphop en zijn wereld gaat hier open. En Gorik is 23 als hij een centje komt bijverdienen en hier in de AB komt werken. Gorik komt hier tappen, aan een toog. En na een paar dagen loopt het mis, want hij heeft ruzie met een klant. Deelt hij een paar droge klappen uit, zet de klant buiten, waarna hij ook jammer genoeg zelf buiten vliegt. Ja. Maar de kat keert weer, 2 jaar later is hij 25. En dan wordt hij er aangeworven in de keuken en hij schopt het van afwasser tot hulpkok. En elke dag pakt hij de vuilzakken van boven mee naar beneden. Hierachter aan zijn grote poort moet hij dan de container brengen, de vuilcontainer. En elke dag denkt Gorik, ooit sta ik hier zelf in die grote zaal. En dat lukt hij ook. Als hij 31 is, staat hij hier met zijn band Stikstof. Stikstof. Heel bijzondere dag ook voor Gorik, want hij werkt dus nog in de AB in de keuken en hij kookt. Dus tot 5:30 staat hij in de keuken te koken voor de groep die hier speelt, zijn eigen groep Stikstof. Ja, en dan vorig jaar was het heel grote moment. 2 avonden op rij vult hij als zwangere Guy hier de zaal. Een prachtig verhaal eigenlijk van een jongeman die van hulpkok headliner wordt. Een prachtiger en mooier geschenk kon de 40 jaar oude AB zich niet wensen. Ja, welkom iedereen bij Belpop Bonanza Brussel 1000. Een bloemlezing over 40 jaar AB. Beste aandeelhouders, welkom. De cijfers van 2019 zijn binnen. En we nemen een aantal kerncijfers met u door. Vorig jaar bijna 500 publieksevenementen. Meer dan 300.000 betalende bezoekers. Dat is een record. En belangrijk voor de Vlaamse overheid. 40% Belgische artiesten en mensen van eigen kweek. Belangrijk ook money. Kijk, 13.370 euro zijn hier binnengekomen. Belangrijk, die zijn binnengekomen. 36% ticket sales. En 18% food and beverage. Dus trouw aan de core business van de AB, namelijk ja, lawaai, bier en pensen. En daarmee halen we 54% van de omzet. Dat is een prima resultaat. Er is 13 miljoen ook buiten gegaan, dus dat levert ons een revenue op, een profit van 340.654 euro. Ja. We zitten nu met een
300 mensen. 300 mensen, dus de envelopjes liggen klaar. Straks bij de uitgang, 1000 euro voor iedereen. Vergeet je envelop niet mee te nemen, natuurlijk. Ja. Vraag ernaar aan de balie. Nu, wat er niet in die harde cijfers staat, is iets heel belangrijk. Namelijk het aantal mensen dat voor de eerste keer naar de AB is gekomen. Dat is een heel belangrijk moment. Dat zijn onze latere klanten, zeg maar. Maar ook die eerste keer AB is voor veel mensen toch een defining moment, zoals men dat zo mooi ziet in het Engels, in hun leven. Dat is zoals de eerste kus, het eerste lief, de eerste keer. En voor de mensen die alle vier dingen combineren, hebben we iets heel speciaals. Dus mensen die hier zijn binnengekomen, lieve begonnen, hebben gekust en meteen ook gepoept. Voor die mensen is er de AB-club. En die mensen mogen gratis hun trouwfoto's maken hier in de grote zaal. Nu, de AB, je ziet dat ook als je zei, de AB, dat is altijd romantiek. We nemen even terug mee naar het jaar 1992. Toen hadden we hier voor de zevende keer de finale van de Rock Rally op dit podium. Even terug in de tijd, dat is het jaar waarin Charlie 45 won. Here comes another golden rule. Eigenlijk een geweldig goed nummer. Heel raar. Charlie 45 is denk ik de enige band waar we werkelijk niks meer van vernomen hebben nadat ze de Rock Rally hebben gewonnen. Opvallende naam dat jaar ook op de affiche was De Jonge Deus. Klonk het toen zo. Halleluja. Iets ruwer dan de Deus die we later zouden kennen. Prachtig fotomateriaal ook. We zien hier jonge Tom Barman, 21 jaar, op de parking hier achter de AB gefotografeerd. Een beeld dat ook alles samenvat. En we zien hier... De jaren 80, hè? Ja, dus het cheesefestje. We zien Bruce Springsteen, de haarband van Mark Knopfler en het gezicht van Tanita Tikaram in één persoon vervat. Nog een mooie foto van op de parking. Dus we zien hier Stef Camille Callers, die eruit zag als... Een jonge Stef Camille Carles. Ja, voilà. Ja. Nu, Deus was in de finale geraakt op voorspraak van een van de jonge humorjournalisten, Frank van der Linden, links op de foto. Toen nog met haar, hier in gesprek met de nummer 2 van 1988, The Romans. Met hen. Dus op de foto, met Frank, hen, met haar. Met hen, inderdaad. Ja. Voilà. En Frank, die was heel ontroerd geraakt door Deus in de voorrondes. Hij zei, dat was zo'n groep die me meteen meepakte. Dat is iets wat je heel zelden meemaakt bij zo'n jonge band in de Rock Rally. Nu, de jury dacht er helemaal anders over. Dit is het juryrapport van Mark van Springel uit 1992. Een nijpend gebrek aan coherentie en de afwezigheid van echt sterke songs maakte dat er evenveel magie hing als in het oefenkabinet van een vrije tijdschokelaar. Au. Dat is bijzonder zwaar gebuist. Nu, Tom Barman ging de dag erna op maandag ging hij gewoon terug naar school. Hij studeerde toen nog hier in Brussel, zat hij op de Filmacademie. Een van zijn docenten was er ook en hij sprak hem erover aan. En Mark Didde antwoordde toen diplomatisch dat hij het toch wel matig vond. Achteraf zei hij wel een zeer zware fan worden van Deus. Na de Rock Rally finale maakt Humo een plaat. Dat deden ze toen na elke finale. Dit is de hoes teruggevonden. Kijk eens hoe mooi. Dit is mijn originele hoes met mijn zelf geprinte adresstickertjes uit de jaren 90. Gewoon, hè? Ja. De telefoonnummer is niet meer in gebruik, dus je moet daar niet meer naar bellen. Die plaat wordt geproduceerd door Paul de Spiegelaar. Paul de Spiegelaar die had in 1980 de Rock Rally gewonnen met de Machines. Schitterende belpop classic staat op een geweldige plaat trouwens, World of Machines, die opgenomen is in de Abbey Road Studios in Londen. De Machines waren zo'n beetje de Beatles uit Gent. Zo ook wijlen Paul de Spiegelaar ondertussen. Dus Paul produceert die plaat. Frank van der Linden superviseert dat, want hij is de journalist van Humo. Grote fan van Paul de Spiegelaar. En die laat hij zo een beetje verlegen, wil hem iets laten horen. Zegt Paul, ik ben zo zelf met een groepje bezig, samen met een maat van mij, wij zo'n groepje, Nederlandstalige rock. De Mens heet dat. Wilde je daar een keer naar luisteren? Voilà, fotootje van De Mens toen. Hier is Frank al zonder haar. Met hem. Met hem. Met hem zonder haar. Met hem. En dus hij laat dat horen aan Paulus Spiegelaar en die is daar heel wild van. Hij zegt, dat is echt geweldig. Die regelt een platencontract, die regelt een studio. En die produceert ook hun eerste naamloze plaat van De Mens, waarop deze Evergreen staat. Irene, niemand heeft ooit zo mooi. Nee, tegen mij, je zegt Irene.
Bij mijn zoon van 10 zit er een Irene in de klas die naar het liedje is genoemd. En ik vroeg hem onlangs, en is het een toffe? Ja, papa, ze zegt altijd nee. Maar wel heel mooi. Maar wel heel mooi. Ja, voilà. Ja. Nu, afgaand op de streams op Spotify van de mensen is Irene by far, met grote voorsprong, het meest populaire lied. Maar Frank is eigenlijk een beetje een, Frank van der Linden is zelf een beetje een coole minnaar. Hij zegt, het is de R, die R in Irene. Die laat eigenlijk iets te veel denken aan de R van Louis de Bak. Ja, en dat is raar. We hebben dat even onder de loep gelegd. En hij heeft daar een punt in. Hè. Dus hij zegt, de R van Frank is hier air zo. Hè. Irene, Irene. Dus die vergelijking met Louis de Bak is wel ergens... De mensen hebben geen andere opmerking. Dus zeg ik maar goed, ik zal mijn stijl veranderen. Maar wat houdt dat nu in? Dat ik mijn hagen laat afscheren. Ja. Inhoudelijk blijkt het ook te komen. Dus we begrijpen een beetje die bezorgdheid van Frank. Ja. Nu, Irene is gebaseerd op een waar gebeurd persoon. Hè? Irene is iemand die echt bestaat. Irene Rossi werkte hier in de begin jaren 90 in de Ancien Basique als promotieverantwoordelijke. Kijk, daar staat ze. Nu, het is iemand die gesteld is op haar privacy, maar we zijn nu toch in een zeer besloten groep aandeelhoudertjes onder elkaar. Dus kunnen we toch even een foto disclosen van de ravissante, mooie Irene Rossi. Begrijpelijk dat... Frank van der Linden daar zo'n crush op kreeg. Ja, Irene houdt ook van haar lied. Ze zegt altijd dat ze tot op het bot ontroerd is. Als ze het hoort, vandaag werkt ze voor Kleur Café. Is een beetje het gezicht in de persverantwoordelijke. Ze behoort trouwens tot de diaspora van de AB, om een chic woord te gebruiken. En heel veel vroegere AB-medewerkers werken in de Belgische muziekindustrie en zijn een soort van geheim verbond. Ja, ja. Nu, dankzij de AB heeft een mens dus kunnen een plaat maken, hun eerste LP. Dankzij de AB... staat daar ook een evergreen op, genaamd naar iemand die werkte in de AB. En dankzij de AB heeft de mens hier ook 10 keer kunnen optreden. Dus we hebben hier al 10 keer op dit podium gestaan. Nu, dat laatste feit, we hebben dat eens onder de loep genomen. We moeten nu even de lijst tonen van de aandeelhouders en de algemene vergadering. En we kijken, op de 4e plaats zien we dat dus... dat de bassist van de mens ook in de raad van bestuur zit. Die momenten waarop belangenvermenging plots zo in je hoofd opduikt als woord. Ook raar vinden wij dat een bassist het zo ver kan schoppen. Ja, bassisten, dat zijn meestal de mannen in de groep. Ik ben zelf een bassist, ik weet waarover ik spreek, die niet echt goed noten kunnen lezen. Gewoon lezen is al zwaar genoeg, meestal. En die schopt het dan tot zo'n hoge functie. Dat blijft raar, een bassist op zo'n punt. Wij kunnen, Beluinda... Beeld u in dat Danny Mommes baas zou zijn van de Vlerik Hogeschool of Management? Dat zou toch raar zijn? Geef toe, bassist, een raar beeld. Ja. Nu, die raad van bestuur, die lijst is wel heel interessant. We zien bijvoorbeeld ook dat Peter Klaas al nieuwe horizonten aan het opzoeken is. Goed. Toch een man die wat in Verstandig. De aandacht staat. Tom Leenaerts is de echte Tom Leenaerts van Vlees en Bloed. En een kleine correctie, het is niet Marika van Gink, maar Marinka van Gink. En die niet van Genk is, maar van Bilze. Voilà. Dus dat is de algemene vergadering van de AB. En om het mensverhaal af te sluiten, nog een kleine huishoudelijke mededeling die de AB ons vroeg om even te doen. Als Frank van der Linden, ik weet niet, misschien zit hij in de zaal. Maar hij had dus destijds, begin de jaren 90, de sleutel. Hij repeteerde hier ook met de mensen. Hij was hier een kind aan huis, hij had een sleutel. Dat is blijkbaar nooit deftig geregeld geweest. Dus die sleutel is nooit teruggekomen. En ze hebben dan nu al zoveel gevraagd. De mensen van de AB vinden dat vervelend, om daar blijvend. En ook dat Frank van der Linden nu niet beseft, hier hangen nu al 20 jaar veiligheidscamera's. Wij weten dat je er nog alle weken in de frigo zit. Hij komt feesten. Dus stop daar nu mee en we ronden dat in schoonheid af. Geef AUB de sleutel terug. Frank. Frank van der Linden was in 1990, dat is 2 jaar voor de finale van deze, was hij ook jurylid van Humus Forcalli. En de winnaar toen was de enige Nederlandstalige winnaar ooit, hè, Noordkaap. Met de jonge, zeer jonge en langharige Stijn Meuris. Stijn Meuris. Ik ben hier toen ook wat naar het optreden geweest, begin 90 van Urban Dance Squad. Ik heb hier dezelfde pull als Stijn Meuris gekocht toen. Ja. Nu, een van de redenen waarom hij gewoon heeft zeggen velen, of beweren velen, is omdat hij een cover heeft gemaakt van dit nummer, van deze classic.
was een uitschuiverken, hè? Snap je? Nu, Noordkaap, door dit nummer, ja, ze breken door. Grote populaire groep. Ze zijn het opbod, want vele plaatfirma's willen ze binnenhalen. En Virgin lijkt het te gaan winnen. En de baas van Virgin ziet het groot. Die boekt meteen een aantal dagen in de Powertone in Mechelen om demo's te gaan opnemen. Bij op dat moment een hele jonge opnametechnieker, die later een groot belpopproducer zou worden, bij Wouter van Bellen. Ja, Wouter werkte toen als live mixer voor de radio. En radio zijn al thuis wat een klein studiotje. Nu, een paar weken later het probleem. De baas van Virgin, Fermijn Michiels, belt opnieuw naar Wouter. Zegt van Wouter, die dagen, ik heb je niet meer nodig. Noordkap heeft getekend bij de concurrentie, bij Universal. Ik ben ze kwijt. Maar zit hem, jij bent zo'n jonge mens. Kende zo geen andere jong groepje dat iets zou kunnen betekenen voor mij. Denk er eens over na. En Wouter spreekt iemand aan die op dat moment in de studio ook aan het werken is. Een gast die zo aan de demos bezig was van zijn eerste plaat. Het was Hugo Matthijssen. Blankenbergen, Blankenbergen, Lommerzomen stad. Ik wou dat ik in mijn achtertuin zo Blankenbergen hou. Hugo Matthijssen had in 1990 de rockrally gepresenteerd hier in de AB samen met Guy Mortier. En Wouter zegt, Hugo, is er zo buiten Noordkap u nog iemand anders opgevallen? Ja, er was zo'n groepje uit Gent, Gorky heette die. Ze konden niet spelen, maar ze hadden wel één fantastisch nummer. Anja, de laatste dans, die moet je mij nog schenken. Anja, de laatste dans, die moet je mij nog schenken. En Gorky breekt overal hier in Vlaanderen door, worden overal gevraagd om te spelen. En dat jaar worden ze ook door de AB uitgenodigd om op te treden op boterhammen in het park. Dat wordt al jarenlang in de zomerprogramma's in het Warandenpark, in open lucht. Gorky ziet dat helemaal zitten en ze gaan iets speciaals doen voor boterhammen in het park, een volledige akoestische set. Maar dan slaat het noodlot toe. Wie kent dat nog? We hoorden? Armand Pien. Oh, yes. Ik ga die nog eens geven, hè. Dan hoort dat gewoon niet meer. Ah, ja. Yeah. Sommige mensen kunnen erop dansen. Goddammit, wat een jingle. Ja. Square Pusher is eigenlijk zat in Armand Pien. Fantastisch. Armand Pien voorspelt noodweer op de dag van het geplande optreden van Gorky. Maar echt noodweer. Niet zo'n beetje onweer en wat regen. Nee, echt gevaarlijk weer. Ze moeten het concert afgelasten en het verplaatsen. Het vindt plaats hier op deze plaats in de AB. Dit tot zeer grote vreugde van iemand die daar net al eens langskwam. Daar is hem weer. Louis Tobak. Wat heeft hij daar nu mee te maken? Wel, Louis Tobak was toen minister van Binnenlandse Zaken. En zijn kabinet bevond zich op 100 meter in de Wetstraat van de kiosk waar boterhammen in het park plaatsvond. En het jaar ervoor was boterhammen in het park gewoon doorgegaan. En Louis Tobak had toen geweldig gefurbineerd tegen een artiest die daar zijn hele meeting verstoord had, waardoor hij niet kon werken. Dus wij dachten, veel lawaai, wie gaat dat geweest zijn? Arno. Ja, Arno of Plastic Bertrand of Channel Zero, als die toen al moesten bestaan hebben. We zijn dat gaan uitzoeken. De artiest in kwestie was de brave Jan de Wilde. En Louis Tobak heeft daar zo hard tegen van zijn oren gemaakt. Dat moet zo'n indruk gemaakt hebben op Jan de Wilde. Een paar jaar later schrijft hij een nummer. Volgens ons moet Louis de directe inspiratie geweest zijn. Domme idioot, genie van de Karpaten, mottige maloot, rattenkop vol gaten, kikvorst, potentaat, hanswurst, servlaat, lulverhalen, recensenter, liberale, oplootcenter. Het laatste moest socialistische zijn, maar dat klopt de metrisch niet. Dus heeft Jan daar liberale van gemaakt. We keuren dat goed. We gaan naar de AB in dat jaar, dus ze zijn indoor moeten gaan. De zenuwen staan echt wel gespannen. Het is de eerste keer dat ze akoestisch gaan spelen. De VRT komt opname doen, de zaal zit stampestvol. En toch, desondanks al die stress, durven ze het aan om een volledig nieuw nummer hier te presenteren. Ooit was ik een soldaat die de vrede moest bewaren. De hoeder van de staat in een wereld vol gevaar. In de sneeuw stond ik op wacht en ik dacht aan de kantine en die ademloos. Nacht, bij de brave hoer Martine, lieve tijger, ik geef je alles, maar doe je hoerenkleren aan, want daar
ooit was ik een soldaat van Gorky. Firmijn Michiels, de baas van Virgin, was hier ook toen die middag van Boterhammen. En die hoort dat nummer voor de eerste keer en zegt, wat een geweldig nummer. We moeten dat uitbrengen. Heel dat concert trouwens. En kort daarna verschijnt de cd Boterhammen van Gorky. Ooit was ik een soldaat. Dat is een heel bijzonder nummer. Het is een soort van publiekslieveling, zeg maar. Het nummer is nooit op single verschenen. Het is, ook nooit in een definitieve versie uitgebracht. Het is altijd in een live versie blijven bestaan eigenlijk. Het staat al bijna 27 jaar, denk ik, in de Belpop 100. Dus echt wel een heel, heel apart ding. Dat helemaal gelinkt is aan de AB. Voilà, er is nog zo één nummer. AB Classics hebben zo drie. We hebben Irene, we hebben Gorky Boterhammen. En er is nog één nummer. Ik zag Turken aan de Schelde, Marokkaan in de stad van Gent. En ik hoorde op de markt van Brussel Algerijnen met een vreemd accent. In Keulen zag ik Chinezen, magere mannen uit Pakistan. In Londen, Chicks uit India, met een dikke talbandan. Bange blanke man van Willem Vermanderen. Het verhaal met de AB en de link is echt heel mooi. Jari de Meulemeester, toen de directeur van de AB, vraagt in... Heeft een fanclub. The real deal. Hij had ook veel kinderen. Ja. Jari vraagt in 1990 aan Willem Vermanderen om een nummer over Brussel te maken. En die komt af met dit prachtige bange blanke man. Een jaartje later, 1991, staan er twee concerten gepland van Willem hier in de AB. En de promotieman van de AB, op dat moment is dat Teddy Gilaert. Ja, ja. De Brian Ferry van de Anspachlaan, zouden we kunnen stellen. Brian Teddy. Ja, hè? Brian Teddy. Ja. Yeah. Een geweldig idee, in plaats van gewoon concertaffiche te maken met zo de kop van Vermanderen en dan een datum op, besluit hij om die een tekst, die prachtige multiculturele tekst, als affiche te gebruiken. Dus dat is op zich al een geweldig idee, maar hij gaat er nog verder in. Dat jaar, een paar weken voor die concerten, zijn het nationale verkiezingen in België. En hij heeft het geweldige idee, zegt, heel Brussel staat hier vol met van die houten borden. Eén keer zondagmiddag staan die daar nog weken voor niks te staan. We gaan die gewoon allemaal overplakken met die affiche. Nu, dat is op zich al logistiek gezien een schitterend idee. En dat is ook nog profetisch, want die zondag is het Zwarte Zondag. 24 november 1991. En België zet drie stappen naar rechts. En terwijl staan alle affiches van Willem Vermanderen overal te blinken in het Brusselse straatbeeld. Dat wordt wereldnieuws in België. Willem Vermanderen is trending. Dat bestond toen nog niet, maar hij was het wel. En zo was hem zijn tijd vooruit. En daardoor verschijnt Willem Vermanderen ook dinsdagavond live in het toen zeer populaire programma Zeker Weten bij Jan van Rompuy. Oh, de kinders van moeder aarde op Charango en Machamalan. Ze roepen en zingen aan ons deuren. Doet op een bange blanke man. Doet op een bange blanke man. Doet op een bange blanke man. Alle scholen in Brussel willen die affiche hebben voor in een educatief pakket. Het is echt wel een hype, die affiche die Teddy had bedacht. Maar voor Willem Vermanderen loopt het eigenlijk niet zo goed af. Die werd dat jaar gevraagd om te spelen op de 11 juli-viering op de Grote Markt hier in Brussel. Vooraf was het al heel wat heibel. Hij kreeg zo'n dreigbrieven van blijf met uw vuile poten van onze Vlaamse feestdag. En de dag zelf is hij bestormd, ook door een soort van commando onder leiding van Philip de Winter. Bange Blanke Man is op single uitgebracht, is geen hit geworden, maar blijft altijd een heel, heel belangrijk nummer. Ook de hoes is eigenlijk heel interessant. Die hoes is getekend door Christel. Christel van de basisschool Maria Boodschap hier in Brussel. Hey Christel, hallo. Ja, dat was de school ook waar de kinderen van jaren op dat moment zaten. En Christel is niemand minder dan Christel Company, de zus van Vincent. Ja, man. Brusselser kan niet. Ja. Ja. Brusselser. En toen kwamen we bij Compagnie Vincent en toen dachten wij, zou er nu geen Vincent zijn die ooit iets betekend heeft of die gespeeld heeft in de AB? We hebben goed gekeken, we hebben al de concerten die we konden vinden bekeken. En ja, er heeft geen Vincent hier een memorabel concert gegeven in 1963. She is the one that walks around.
store. She is the one that deals alone. Je zag het daar straks al in onze jaarcijfers. Het percentage van Belgische bands is hoog, 40%. De AB heeft altijd heel veel betekend, vandaag nog voor Belgische groepen. Het is hier ook dat heel veel grote hun eerste stappen hebben gezet. Onder andere Jacques Brel is hier begonnen. Ze stond samen op de affiche toen met Bobby Jaan, beter bekend als Bobby Jaan. Het is een prachtige foto van de twee drinkenbroers. Ja. Het is hier... Het is hier ook in de Steenstraat, waar nu het AB-café is. En toen zag de gevel van de AB aan de buitenkant er zo uit. Het is ook daar op het voetpad dat Marcel van Tilt in 1980 na een concert van Suze in de Banshees tegen zijn maat Jan Verhoeven zegt: wat die van Suze in de Banshees kunnen, dat kunnen wij ook. En ze beginnen met Arbeid Adels. Wat zingt hij nu eigenlijk? De ambtswoning. Heel die zin is de... Geen koning zonder ambtswoning. Waarschijnlijk de enige keer in een Belgische songtekst dat het woord ambtswoning gebruikt is. Ja, maar wel heel mooi. Schitterend gedaan. Het is ook hier dat dus de toenmalige programmator Herman Hulses begin jaren 2000 zegt... Hey Herman. Tegen twee mannen die zo op hun slaapkamer wat muziek aan het maken zijn, wat beats, dat hem zegt, mannen, eigenlijk kunnen dat ook op een podium brengen. Dat is goed wat je maakt. Wel, Into the Club. Kom maar een keer spelen, zegt hem, in de AB Club. En als je wilt, mogen daarna nog 19 keer in de grote AB-zaal spelen. In 2003 hebben drie Waalse bands een geweldig plan. Ze willen de AB veroveren en ze willen hier de zaak volspelen. Ze denken, we moeten dat samen doen. Hè? L'Union Fait la Force. En de drie groepen zijn Guinzo Charco en de meest bekende aan Vlaamse kant, Girls in Hawaii. En het lukt hen ook, ze verkopen de AB compleet uit. Girls in Hawaii hebben hier ondertussen al 6 keer gespeeld. En het concert in 2015 leverde een van de mooiste fotoreportages op uit de geschiedenis van de AB. Ja, want toen was er hoog bezoek hier in de AB. De koning en de koningin waren toen hier aanwezig. Dat was het treden van de 35 jaar AB. Vandaag is het 44 jaar AB. Je ziet ook waar ze zitten. Dat is op dat balkonnetje, juist achter de PA. Dus we hebben ze ook uitgenodigd vandaag. En zijn ze er? Nee, ze zijn er niet. Er zit niemand op hun plaatsje. Heel jammer, want wat een mooie prijs voor hun impetto. Nu, dat was een heel bijzondere dag. De koning en de koningin waren hier. De groepen spelen. Daarna was er een meet and greet. En dat was communautair prachtig geregeld. We zien de koning en de koningin. Aan de linkerkant zien we Wallonië, represent, hè, met Girls in Hawaii. Rechts zien we... De ploeg van Vlaanderen. Intergalactic Lovers. Intergalactic Lovers, voilà, uit Aals.
Je zou dan zeggen, in het midden zetten we een Brusselaer, hè, een tweetalige. Dus nooit iemand van de oostkantons, hè, om alles een beetje in het midden te houden. Maar nee, daar staat Mauro Pavlovski. Nu, voor zover wij kunnen inschatten, is dat een Poolse, Italiaanse Belg die uit Heuse Zolder komt en in Antwerpen woont. Raar. Ja, maar minder raar dan we zouden kunnen denken, want we hebben het volgende uitgevogeld. Filip, die is de zoon van Paolo Ruffo di Calabria, een Italiaanse. Mathilde is de dochter van Anna Komorowska, een Poolse. Dus Mauro is eigenlijk het mooie vergelijk. Waarschijnlijk ging dat in die vergadering van, goh, we hebben zoiets iemand nodig, een Italiaanse Pool, kennen je ze niet? Maar, wacht, dat is die gast, wat is dat tof plaatje, draag dat nog eens. Die gast van dat tof lieken, ja. Dat is een Italiaanse Pool, ja. Ja. Zeten is in, maar eerst. Zeten is in, maar eerst. Filip gaat dat geweldig vinden. Voilà, ja. Dus vraag die je maar. Nodig ja. Die maar uit. Ja. Ja. Wat ons ook opviel op de foto, en dat is een kleine publieksopdracht, één persoon is rechtstreeks van de badmintontraining gekomen, denken wij. Ja, ik ben bezig met... Het kan zijn dat ik niet... Dat te laat gaan zijn. Dat te laat zijn. Ja, maar er staat casual chic op de uitnodiging. Dat is goed. Kom maar zoals je zijt. Ja, ja. Nu, voor Filip was Laurent hier ook al geweest. Laurent was komen kijken naar Lily Allen. Dagenlang, vooral wat van dat liedje al meegezongen, fuck you op het Koninklijk Paleis, Laurent. Ja, en hij wou die ook graag ontmoeten. Hij had dat ook verkeerd gelezen, dacht dat Lily Alain was. Lily Alain? Hij dacht van, die kan ik krijgen, dus hij komt naar hier. Hij wou die ook graag ontmoeten, hij belde naar de AB, kunnen een meet and greet regelen. Ja, geen enkel probleem, komt maar af. Nu, Lily Alain was heel slim geweest, die wist dat. En die stond helemaal op te wachten met een bik en een boekje om een handtekening te vragen aan Laurent. Dus dat is nog echt supergezellig voor die avond in de kleedkamer. De resultaten van de DNA-test maken we bekend bij 60 jaar AB. Nu, er is veel veranderd in de relatie tussen AB en artiesten. En vroeger was de AB en dit podium voor veel groepen toch wel het einddoel. Dat was iets waar je wou ooit eens in een AB spelen. Ja, en dan was wat het hoogste wat je in België kon bereiken. Misschien nog Forst Nationaal, dan was dat iets minder voor de hand liggend. Maar ja, de huidige generatie groepen hebben dat een beetje overboord gegooid. De Oscar en de Wolves en de Bazaar, die vullen probleemloos sportpaleizen. Dus die debuteren bijna in het sportpaleis. Ja, dus dit wordt eigenlijk binnenkort waarschijnlijk het instapmodel van zaal. Ja, dan hebben ze eigenlijk een heel gevarieerde feestal. Dat is wel heel mooi. Heel veel reunies hier, heel veel afscheidsconcerten. Maar de specialiteit van de jongste jaren zijn de zogeheten residencies. Zo van die meerdaagse reeksen van concerten, 3 of 4 dagen na elkaar. Arno heeft hier vorige week nog 3 geweldige concerten op rij gegeven. Dat is echt wel het nieuwe ding hier van de zaak geworden. We zijn die ook een beetje gaan oplijsten. Vorig jaar waren er alleen aan de Belgische kant al 8 bijvoorbeeld. Dat is wel echt wel heel veel. De top 4 van de voorbije 15 jaar, op 4 staan de Skeps. Die hebben er 4 op een rij gespeeld. Dat was toen ook een reunie, die kwamen terug na 15 jaar. Voilà. Dan Arsenal, staan op 3e plaats. Die krijgen nog een extra bonuspunt, omdat die dus hun allereerste concert ook in de AB hebben gespeeld. Ja, op 2 met 6 concerten, Channel Zero. Een beetje de Mount Rushmore ondertussen van de Belgische metal. Nee. Maar die zijn hier ook al een paar keer opnieuw weergekeerd. En op nummer 1 Deus, met 8 concerten op rij. En ook heel speciaal vermelding, want als we hier doen is wel heel mooi. Ze spelen 8 keer op rij en ze brengen elke keer een ander Belgisch voorprogramma mee die zo ook eens op het podium van de AB mogen staan. En Deus is het begin van een nieuw model, want Deus wil dan weer niet in Vorst of in het Sportpaleis spelen. Die zeggen, we spelen liever 8 keer in een AB dan zo 1 keer in zo'n grote betonnen bunker. Nu, 8 keer, Channel Zero 6 keer, volgens Frankie de Smet van Damme. Klopt dat eigenlijk niet? Hij zegt van, ja, wij hebben ook 8 keer in de AB gestaan. En hij heeft een punt. Ze hebben nog 1 Rock for Specials gedaan, die ook meetelt. En ze hebben ook 1 heel bijzonder concert hier in de AB gegeven.
hè. We zouden het allemaal eens willen meemaken. Dus een privéconcert voor één persoon heeft Channel Zero gegeven. Met alles erop en eraan, alsof het voor een volle AB was. Ze hadden een wedstrijd uitgeschreven daarvoor. Met zo'n moeilijke vragen. Ze waren zeker dat niemand die vragen allemaal zou kunnen juist hebben. Behalve die ene geek-nerd... Ja. Die ze ja, over het hoofd gezien had, die wist alles. En die heeft dus een privéconcert gezien. Hij had zijn eigen podium, zijn eigen zetel, zijn eigen frigo. Schitterende ervaring. Alleen zo stage-diven en zo wat airgitaar spelen, alleen ziet er wel niet uit. Vind ik. Nee, een beetje zielig eigenlijk. Nu, de eerste groep, hè, want dat was dan voor de weetjesmensen wel belangrijk. De eerste groep die een aantal concerten op reis gegeven van Belgische bodem was Noordkaap in 2000. Die komen binnenkort terug om er weer... reeks te spelen. Stijn is denk ik een van de weinige artiesten die echt met al zijn projecten, Arno ook wel denk ik, die met al zijn groepen en projecten hier ooit wel heeft gestaan. Hij stond er zelfs toen hij 17 jaar was, zijn tweede bezoek aan de AB was zijn eerste concert. Met deze maatschappij, en denken, ze denken niet aan mij. Aan de hand is, met deze maatschappij, denken. Vrolijk liedje uit Limburg. Weltschmerz uit de 80's. Echt, daar word je heel happy van. Nu, een tip als je dus van die als groepen zo meerdere concerten geven. Wij... Nee, en de AB zegt dat zelf ook. Hè? Ja, je moet eigenlijk altijd een tweede pakken. De eerste is toch zo'n beetje een soundcheck. Tweede spelen ze nog volle gaas. En vanaf dan wordt het wat routine. Vanaf drie denken ze dat ze het kunnen. Ja, dus ja. Van deze namiddag was er wat de opwarming. En nu gaat het al veel vlotter. Dus het is goed dat je nu gekomen bent. Nu, de dag is niet ver meer af dat iemand het hele jaar door de AB huurt. Hij zegt van, ja, geef mij maar 2024 compliment. Maar in de jaren 60 was dat eigenlijk al zo. Toen zelfs grote namen zoals de Shadows en zo, die speelden hier echt bijna weken lang. De AB zag er toen zo uit. Toen naar de vorm hetzelfde, het balkon en zo ook. Ja, Brel heeft hier dagen en dagen na elkaar gestaan. Heel mooi was ook Bobby Jan Schoepen. Die is in 1955, heeft hij 5 keer hier gespeeld. En dan pas 52 jaar later, in 2017, nog een tweede keer. Heel bijzonder. Onze goede vriendin Lilian Saint-Pierre stond hier ook in 1968, 7 dagen op reis, samen met Claude François. Zij was toen een beetje de protégé van Clo-Clo. Zij was de eerste artieste op het platenlabel van Claude François. Claude heeft op dat moment een nummertje gemaakt. Ja, dat was, je kunt het amper geloven, maar dat was toen absoluut geen hit. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Comme d'habitude deed aanvankelijk niet zoveel. Het is de Canadese zanger Paul Anka die dat nummer hoort en die aan Claude François vraagt of hij er zelf een Engelse versie van mag maken. Now, the end is near, and so I face the final curtain. En het is diezelfde Paul Anka die ervoor zorgt dat dit nummer bij Frank Sinatra geraakt en dat zo de grote wereldhit I Did It My Way wordt. Het is ook hier in de AB dat Claude François de demo hoort van Frank Sinatra. Hier in de loge van de AB. En volgens de overlevering was hij tranen met tuiten aan het huilen toen hij dat voor het eerst hoorde. Ja, heel schoon. Nu, een andere heel populaire lijst is de lijst met wie heeft er nu het vaakst gespeeld. Bij de buitenlandse namen... Zijn dat niet echt de grote der aarde? Zijn dat mensen die er gewoon heel graag en regelmatig langskomen? Bijvoorbeeld Sisters of Mercy, Paul Weller en Billy Bragg zijn zo mensen die in de top 10 staan. Aan onze kant, aan de Belgische kant, zijn het meer de usual suspects. Jacques Brel, Deus, Arno, Eric ook al 14 keer. Maar de absolute recordhouder, de man die hier al 60 keer heeft gestaan in 10 jaar tijd, is onze grote held, kapitein Pinocchio. De king van de AB eigenlijk, ja. Nu, het is niet de eerste kinderheld die hier op het podium stond. We hebben alle kalenders van alle concerten de laatste 40 jaar doorgenomen. De eerste keer dat Samson hier op het podium stond, was 23 maart 1984. En Samson speelde toen in het voorprogramma van Gary Moore. Dat moet nogal een avond geweest zijn. Woef. Woef. Ja, wat wij spectaculair hier aan vinden, dat is 23 maart 84. Dat is 6 jaar voor Samson op tv verschijnt. En dus Gert Verhulst was toen 16 jaar. Dit was Gert Verhulst. Dus zo zag Gert Verhulst eruit als hij hier op het podium stond met Samson. En ik weet niet goed waarom zijn hand toen moest insteken, want dat hondje zelf was ook veel kleiner nog toen. Allee. Er zijn helaas geen foto's van, dat is echt jammer. Nu, het record van kapitein Pinocchio verbleekt
bij een evenement dat hier al 51 jaar lang plaatsvindt. Elk jaar op 2 januari. Dat is het beroemde ambtenarenbal. Qua rock en roll. Voilà, iemand die ze alle 51 heeft meegemaakt. Qua rock en roll verbleekt dat echt bij alles wat hier ooit heeft gestaan. We hebben een kleine compilatie laten maken door de DJ die hier elk jaar staat. Gefilmd vanop de DJ-boot. Vanop de DJ-boot. En gevoelige kijkers mogen best even buiten gaan. Boekdelen rechts. Karin doet dat elke keer hè, als ze dronken eet. Karin van de boekhouding. Ja. Ook dat is de ancien muziek. Het kan hier allemaal. Ja, van 7 tot 77. Nu, voor heel veel mensen is de AB ook een soort van tweede huiskamer. Ja, het is een living. Als toeschouwer voel je hier heel hard op je gemak, maar veel artiesten hebben dat ook. Hè. Zwangere Guy zegt dat, Arno zegt dat, Roland zegt dat, maar het is vooral Arno waar we het over willen hebben. Ja, dat is zo'n beetje zijn tweede woonplaats hier geworden. En de AB en de link met Arno is altijd zo sterk geweest. Begin 2000, 2002, hebben ze hem daarvoor bedankt door hem een fiets te overhandigen. Een prachtig cadeau dat hij hier kreeg. Nu, wij vonden dat een rare keuze. Allee, fiets en Arno zijn nu niet twee dingen die je direct met elkaar... Ik kan je inbeelden dat Arno hier een AB buiten stapt en dan zo een geel hesje aandoet. En dan zo'n helm en dan zo zien de sleutels van zijn slot vindt. En dan naar huis. Dat vonden wij een hele rare combo. Als je trouwens op... Dat is echt, heb Google tikte Arno en fiets zien en dan krijg je deze foto te zien. En dat komt omdat dit ook de man was die hier toen op het podium die fiets overhandigde aan Arno. En dat heeft echt prachtige beelden opgeleverd. Hier is Eddie Merckx! Hij zei niks, maar ik ben de première persoon die al toegeven koei. Voilà. Schitterende beelden, Jan. Ja. Helaas is die fiets heel snel gestolen, dus Arno heeft er heel weinig plezier aan gehad, maar hij is ook een man die met zijn tijd meegaat. Tegenwoordig begeeft Arno zich op deze manier door het verkeer. Nu, over ballen gesproken. In het begin van de jaren 80 wordt Arno met Tissie Mettig gevraagd door de organisator van een van de eerste gay parades om komen op te treden. De gasten van de gay party hadden ons gevraagd wat die dacht dat ik gay was, dat ik homo was. Ja, ik ben lesbisch. Zoals voor mijn man, maar ik was toen nog een mooi meisje. Nu, de reden waarom ze Arno hadden gevraagd was een tekstzin in dit nummer in Putain Putain. Dat is Arno zelf. Dat is precies dat. Zit uw ma naast u dat je dat niet luid mag? Jij me lessen zie. We gaan dat wel eens luid moeten doen, vind ik. Hè? Dat is jij me lessen zie. Kom aan, man. Ik ben in de AB. Hè? Roep maar, hè. Jij me lef van me. Jij me le garçon. Ik kom je déjà dit. Ja, is beter. Jij me lessen zie. Een wereldberoemd nummer dat iedereen overal in Vlaanderen kan meezingen. Maar het bijzondere is dat Arno Jemele Zizi niet meer zingt. Al zeer lang niet meer. De toedracht daar rond staat in het boek dat Danny Willems, zijn longtime friend en de mens die hem zijn hele leven lang heeft gefotografeerd, in het boek Life to the Beat geeft. Hij zegt van op een bepaald moment heeft er iemand Jeannette geroepen van het publiek en toen heeft Arno de tekst veranderd. En waarin heeft hij hem veranderd? Is hij veel eenvoudiger. Allez, 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 allez
Over ZZ's gesproken, we stellen u graag voor aan de promotor van... Mark de Kok, programmator. Nu, dat is iemand die al jarenlang... Vecht tegen zijn naam. Ja, al jarenlang minstens 3 keer per week Engelstalige groepen ontvangt en zich moet voorstellen. En hij is trouwens in een vorig leven was ook tourmanager ten tijde van Shemile Zizi van Tissimetic. Dus over niks is toeval in het leven. Ja. Nu, die zal wel beu worden dat er met die naam gelachen wordt. Nu, het wordt pas interessant als dan uw collega's daar ook nog eens een schepje boven doen. En vorig jaar speelde hij zo'n groep genaamd King Dick. En normaal staat er altijd AB presents King Dick. En de webmaster kon zich niet houden. Mark de Kok presents... Ja, dat is... Jan Lul presents Piet. Ja, zoiets. Onbestemd eigenlijk. Nu, Zwanger Regie is niet de enige werknemer van de AB die op het podium staat. Dit is de artistiek directeur Brian Cranston. Kurt Overberg, niet te verwarren met Brian Cranston. Voilà. Dr. Walter van de AB. Kurt is de artistiek directeur. Dan staat er in je jobomschrijving natuurlijk dat je geen podiumvrees mocht hebben. En ja, Kurt heeft, dat zegt Kurt zonder vrees, hier zien we hem bij kapitein Winocchio in een mooi pak. Hij wordt een beetje doof gemapt, links staat Bent van Looy. En dit is nog bijzonderder, hier staat hij in een zeer, zeer rare vermomming. Ik bedoel, dit is onze directeur, hij staat nu op het podium. Voilà, hè. Vrienden en kennis van Kurt maken zich vooralsnog geen zorgen, maar goed, ooit. Hè. Alles komt goed. Nu, de man die de mooiste ademlieven kan voorbrengen, hè, qua medewerker van de AB, is Peter Dekkers. Ja... Goed zo. Peter Dekkers is de content manager van de AB. He, dat is dus... Wat doet een content manager? Een content manager zorgt dat iedereen tevreden is, denk ik. Dat is, een beetje, dat is de animator dan, denk ik, of zo. De GO van de AB. Is iedereen content? Ah, dan heeft Peter zijn werk. Is Peter ook content. Ja. Peter is de gitarist van de Fixkes. De groep die waarschijnlijk de grootste Nederlandstalige hit ooit gescoord heeft. En dan mag ik binnen om een beetje te beginnen. Over de dingen die ik mij al herinner. De goeie nauwe tijd, van rekenen en vlaan. Een leven zonder zorgen, ambitie of spijt. Dus lang voor Zwanger Regie stond dus Peter Dekkers al met zijn groep hier op het podium. Ja, 8 keer hebben ze hier in totaal gestaan. En de laatste keer stonden ze in de AB-club. En kijk hoe we toen in hun voorprogramma spelen. De toen totaal onbekende Bazaar. Ja. Fixkes heeft die mannen zelf mee uitgenodigd. We hebben een voorprogramma nodig. Niemand kende die comeback bij ons spelen. En ik denk een klein jaar later stond Bazaar in het Sportpaleis. Ja, dat was alle grote... Dankzij de Fixkes. Ja. Alle grote. Adele heeft in de club gestaan. Ed Sheeran heeft in de club gestaan. Jack White, Black Eyed Peas, Belpop Bonanza. Alle grote zijn daar begonnen. En wij zijn de enigen die teruggekeerd zijn in de grote zaal. Wie het kleine niet eert, is het grote niet eert. Dat is waar. Ja. Nu, Dekkers. Hè? De naam Dekkers. Eerst de naam De Kok, dan de naam Dekkers. Dat is heel wat raar, die naam, denk ik. Nu, dat is een mooie afstammelings... heb je die naam in beeld, Avion? Ja? Kijk, hij is... Een verre 27e knoopsgat, maar het is een knoopsgat. Afstammeling van Janine Dekkers, Peter Dekkers. Nu, Janine Dekkers is misschien een naam die u niet meteen iets zegt. Zij is nogthans de maakster van de grootste Belgische hit aller tijden. Dat kan je zien. Dat kan je zien. In de parc du bon Dieu. Le parle du bon Dieu. Hij spreekt alleen over de goede God. Het gaat eigenlijk over Sorry, Peter glimlach, Dekkers. Content manager. Er is een ding. Ja. Meta. Wauw, ja. Ja. Daar straks is voor het klootjesvolk hebben we zo geen dingen gedaan. Nee, enkel voor het publiek die wat educated die is. Nadenken. Doen we zoiets. Ja. Nu, de religieuze afstammelingen stoppen hier niet, want Peter die mocht nonkel Louis zeggen tegen Louis Mestach, de meest intrigerende muzikale pater die we ooit hebben gekend in België. Hij was in de jaren 60 gekend als de troubadour van het Heilig Hart, maakte films, heel straffe man en heeft ook geweldige nummers gemaakt. We noemen hem een beetje de koning van de kringloopwinkel, want je vindt heel veel plaatjes van pater Mestach. Dit is onze favoriet. Lieve vrouwke, dat op mijn dashboard zit, hoort gij mijn motor? Die mij met me bidt. Geen Botticelli voorwaar heeft u getekend, maar gij betekent zoveel meer voor mij. Voilà, nu hebben zijn gezongen ook eens weer klonken in de AB. Had hij nooit verwacht, de man waarschijnlijk. Hier buiten, bij het buitengaan, staat een gigantische
Wall of Fame van de AB. Die loopt tot 2011. Hè. Iedereen die hier ooit heeft gestaan. En in die hele lijst staat één naam die er twee keer in voorkomt van een man die er nooit heeft opgetreden. En dat is Jari de Meulemeester. Jari staat helemaal vooraan. Net voor die uitroeptingen. Ze hebben niks met hem te maken. Dat is de Amerikaanse groep Chick Chick Chick. En van onder rechts is het een beetje ongelukkig. Daar staat hij naast Wan. En de Zizi Posse. Maar goed, hè, voor een man van zijn carrière is dat niet zo echt oké. Nu, Jari, ja, we vonden dat we in deze show toch even zo'n historisch overzicht moesten geven van die 40 jaar AB. En Jari heeft dat heel knap voor ons in elkaar gestoken. De eerste was in ieder geval het opkomen, de groei. Van 1979 tot 1988. De tweede was van 1989 tot 2006. En de derde van 2006 tot vandaag. Voilà, dat is alles. De AB in drie zinnen. Daarvoor krijg je prijzen op communicatie, congressen. En alles wat ze zegt klopt ook bij Jari. Jari is de directeur, de bezieler. Het kloppende hart. Voor mensen die denken dat ze in de jaren 70 al van die rare voornamen aan hun kinderen gaven, Jari is gewoon de samentrekking van Jean-Marie. Jean-Marie Jari, zoals... Jari Pfaff. Jari Pfaff of Jari Aarts. Of Jari de Dekker. Of Jari de Dekker, dus Jari behoort tot die stam. En wat Jari vroeger ook heel knap deed, en die gewoonte is helemaal komen te vervallen doorheen de jaren... Jari was de MC, de spreekstalmeester. Voor de concerten deed Jari vaak een hele parlé. Jammer genoeg zijn die dingen niet bewaard. We hebben nog één moment kunnen terugvinden waarop je Jari kan horen. En hij kondigt hier Johan Verminne aan. Voor de eerste keer levensecht op de zwarte schijf. Rock and chanson op 33 toeren. Johan Verminne! Voilà. En de avond was goed. Voilà. Dus dat dit Jari vroeger het mooie is... Dit stukje is eigenlijk het favoriete muziekstuk van Frankie van der Elst, de voetballer, muziekfan. Die mocht ooit voor Studio Brussel voor het museum een plaat kiezen die hem in zijn jeugd heel zwaar had ontroerd. En dat bleek dus deze aankondiging te zijn. De muziek niet, alleen de aankondiging. Nee, alleen de aankondiging van Jari de Meulemeester. Respect. De AB is een merk, een keurmerk. En het mooie van de AB is dat ze dat nooit hebben uitgemolken. Behalve deze kleine franchise hebben ze eigenlijk nooit iets gedaan met hun naam. Er zijn geen koffiemokken, geen petjes, geen sokken van de AB. Nee, live uit de AB's misschien kom je wel vaak tegen. Maar dat is iets wat andere artiesten dan gebruiken. Iggy Pop heeft hier een DVD opgenomen. Ando Shin, Tamino. En volgens ons waren deze gasten de allereerste. Franco e Tipi OK Jazz, geweldige muziek ook. En die hoes vind ik ook zo stichtend. Ja, die boys geven nu wel goesting om er eens lekker in te vliegen. En wat er rechtsonder stond, vonden wij keitof. We hebben het even vergroot. Dus on entre OK et on sort KO. Dat is de prachtig. Van, we gaan er een keer in vliegen. OK KO. Als je dat letter... Het is ook wel, het komt vrolijk binnen en je gaat kroket terug buiten. Kroket terug buiten. Ja. En als je dat lettertype technisch... toepast op deze zaal, is dat eigenlijk on entre AB, on sort BA. En als we dat nog wat verder distilleren, kwamen wij lettertyptechnisch en kleurtechnisch hieruit ineens. En ik hoor u zeggen, ja, dat is wel heel erg gezocht met uw dingetje, met uw oude. Maar wie viert er dit jaar ook een 40ste verjaardag? ABBA. Happy New Year, Happy New Year, may we all... Ze vieren dit jaar 40 jaar het bestaan van de plaat Happy New Year. Officieel bij ABBA. Nu, dat vinden wij wel heel raar, want dat is nu toch niet de eerste plaat die je associeert met ABBA. He, dus als je zo begint gaan obscure vierde rangsplaten, daar dan 40 jaar anniversaries voor te doen, dan is het ver gekomen. Ja. Wie weet willen ze dan volgend jaar ook Close Encounters van Clouseau nog eens vieren dat 25 jaar geleden totaal geflopt is. Een vierman aan een cafetafel. Zo kunnen we verder gaan. Ja. Voilà. Nu, qua jarigheid is er wel een heel grote kans gemist eigenlijk. Er is hier een kans blijven liggen en we begrijpen nog altijd niet dat een AB die je over het hoofd gezien heeft. Met één letter aanpassing was jullie affiche goed geweest. Maar het jaar is nog lang, het feestjaar. Het jaar is nog lang.
8000 concerten in 40 jaar, als, ja, zelfs voor mensen met een geheugen als het onze, is dat onbevattelijk. Ik bedoel, we dachten, wat moeten we daar nu mee gaan doen? Je kunt dat toch niet, dat is 3 weken dat je daarover moet vertellen. Dus dachten we, pakken de 2 belangrijkste die iedereen kent en die gaan we nu eens even in detail bekijken. En bij het eerst was ik eigenlijk redelijk zelf betrokken. Ik was een soort ooggetuige. In februari 1988 deed ik burgerdienst op de VUB, op het Cultuurcafé. En daar werd een hele tijd gesproken over het concert van de Red Hot Chili Peppers in de AB. Deels dankzij deze affiche, deze iconische affiche. Ik kwam toen regelmatig hier in de AB. Ik werkte wat samen met Teddy, ik maakte wat teksten. En ik heb echt scheepsladingen moeten... Op elk kot op de VUB hing deze affiche van de Red Hot Chili Peppers. Dus er was een zeer, zeer grote verwachting. Het waren ook andere tijden. In die tijd waren er misschien 10 dingen te doen per maand of zo in de AB. Dat was ongeveer 1/4, denk ik, van wat er nu is. En de AB had ook nog een ander zeer groot probleem op dat moment, geluidsoverlast. De buren lagen altijd op de loer om de flikken te bellen. De zaak was nog niet geïsoleerd. Dus dat maakte alles, dat maakte dat extra bijzonder. De AB had echt zijn punt maar opgespaard van we gaan nog eens één luid concert doen en dat is van die Chili Peppers. Teddy Hillaert. De Brian Ferry van Dansbachlaan. Brian Teddy. Die dacht van, weet je wat, ik ga de hoesfoto van de single, van de actuele single toe van de Chili Peppers, Fight Like a Brave, die ga ik gebruiken als affiche en ik ga die overal in Brussel uithangen. Alle scholen in Brussel stonden op hun kop, want ja, dat is pure porno op straat gewoon. Dus ja, je is dan moeten gaan uitleggen, dat is kunst, maar geen porno, meneer, je moet dat begrijpen en zo. Goed, na veel vijven en zessen lukte het dan toch om die te laten hangen. En ja, de AB heeft dat geweten. Teddy had aanvankelijk gehoopt om 500 kaarten te verkopen en de zaak zat stampensvol. Ja, de Chili Peppers waren toen geweldig in vorm. En voor ze hier begonnen te spelen en het kot afbraken, hadden ze zich al geweldig opgewarmd aan de Reierslaan, want daar waren ze eerst nog te gast bij Bingo, bij Bart Peters. Is Fight Like a Brave your contribution to the peace movement? We are very peaceful guys. And any contribution we can make toward peace, we're happy to make it. Because we love peace. Oké, okay, that's great. Ze houden van vrede, dames en heren. En hier zijn ze. Wij nemen het risico. We zien wel of de camera's ze in beeld kunnen houden. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers. Schitterende beelden. En dus het ging misschien een beetje snel, hè? We hebben het gezien, maar Lucien Delvaux was hier dus toen die avond ook aanwezig. En als je het beeld goed vertraagt, kun je het zien. Hè? Wacht, ik heb even vertraagd. Ja, kijk, dat is Jan Delvaux hier. Hop, in het publiek. Hey, goedenavond, ik ben Jan, ik weet alles van muziek. Ik wil hier mijn vrienden worden. Kom je afbollen terug het podium op. Zo. Zo moet dat gegaan zijn, denk ik. Mijn kleine bijdrage aan de geschiedenis van de AB. Ja. Het was hier echt, ja, die avond met de Chili Peppers hier is echt eentje die in de annalen is terechtgekomen, pun intended, van de Ancienne Belgique. Want net voor ze Fight Like a Brave gaan spelen, gaan de Chili Peppers even van het podium. En ze komen terug met alleen dus de Jari in de sok. Voor de rest niks aan. En zo spelen ze verder. En Flea, de bassist, die bedenkt plots van, wauw, heb ik hier geen broek aan, ik heb hier zoveel lucht en ruimte. Dus die neemt gewoon de microfoon, de zangmicrofoon, en die... Propt die in de poep. Die propt die in de poep. Prachtig uitgedrukt, gealitereerd en alles. En die propt die in de poep. Nu, als je als groep dus op optreedt, dan gebruik je de micro's van de zaal. Dat zijn niet hun eigen micro's, hè. Dus dat was een micro van de AB. Dus ja, wat doe je daarna dan met zo'n micro? De droogkuis. Ja, moet je dat gaan chemisch laten reinigen of zo. En de AB is daar zeer creatief mee omgesprongen. Die hebben gezegd, deze micro heet voortaan de Flea. We steken die in een heel mooi kistje. En als er een zanger van een groep op het podium komt, die in de namiddag een beetje te veel noten op zijn zang heeft. Van zijn gat maakt. Of van zijn gat maakt. Dan krijgt hij de Flea voorgeschoteld. En die waren er ook nog blij mee. Ja, voilà, die zeggen, hey, dat is wel de micro van de zanger van de Chili Peppers. Oh, dank u wel. Terwijl... Ja. Ja, ligt hier, hè. Wacht.
Dat is hem dus, hè? Ja. Dit is een flea. Ja. Nu, een tweede groot moment in de geschiedenis van de AB dateert uit 1978. Toen kwam hier een minder bekende groep spelen, Suicide. Dat is een verhaal dat vandaag nog dat leeft. Vorige maand stond het nog in een Engels muziektijdschrift voor 4 pagina's. Een memorabel concert. Nu, Suicide, wie is Suicide? Misschien even introduceren voor wie ze niet kent. Dream Baby Dream is bekend geworden dankzij een cover van een zeer grote fan van de groep. Baby Dream, come on, Dream Baby Dream, come on and Dream Baby Dream. Ja, Bruce Springsteen was al op jonge leeftijd een grote fan van Suicide. Nu, dat is eigenlijk de wat latere Suicide. In 1978 klonken ze al vrij neurotisch. Vrij neurotische muziek die in België alleen al heel belangrijk geweest is voor Front Over Two en The Neon Judgment. Heel belangrijk, zo die combinatie van mens en machines. Dat was heel nieuw voor die tijd. Arne, die toen was komen kijken, zei de mensen snapten dat toen echt nog niet. Ze noemden zich ook punks. Ze noemden zich al punks voordat punk bestond. Eigenlijk van in het begin van de jaren 70 kwamen uit New York. Ze waren echt zeer, zeer vernieuwend. En ze waren hier die dag in de AB beland in 1978 in het voorprogramma van Elvis Costello. Een zeer, zeer grote fan van de gasten. Het was de tweede dag van hun Europese tournee. Die was een dag eerder was hij begonnen in Frankrijk, in Metz. En toen al had Ellen Veeg al een botin in zijn gezicht gekregen. Dus het begon zeer goed. Ja, en dat was een veeg voorteken van wat er nog ging volgen de dag later. Dat concert is memorabel. Dat is ook opgenomen geweest. Dat is op bootleg verschenen. 23 Minutes Over Belgium heet dat. Over Brussels. Ja, is waar. Ja. Dat is een stuk van Belgium. Over, ik dacht dat het Belgium was. 23 Minutes Over Brussels. Dat is echt een... We moeten dat maar eens proberen uitleggen. We gaan het even kort samenvatten wat er daar gebeurd is. Een soort luisterspel. Ja. Dus het begint met de aankondiging van de promotor. En het concert begint, maar ja, iedereen is eigenlijk voor Elvis Costello gekomen of ze snappen er niks van, maar ze vinden het niet goed. Na het eerste nummer is het boe en geroep op Elvis. Ja, en het wordt er echt niet beter. Op een bepaald moment kondigt Ellen Vega Frankie Teardrop aan, een van hun hits eigenlijk. En daarna komt er een kerel op het podium en die pakt gewoon de micro af. Frankie Teardrop! Oh, en je hoort een beetje gerommel, dan geroep, een beetje gewauwel en dan is hij de micro kwijt. Oh, hè? Gewauwel. Oh, voilà, voilà. En micro weg. En iedereen klap, klap, klap. En iedereen applaudisseren. Nu, dat is redelijk ingrijpend, hè? Zo iemand de zanger zijn de micro afpakken. Dat is hetzelfde als bij Anderlecht Brugge op het veld lopen en Vincent Kompany zijn schoenen uittrekken. Dat is juist hetzelfde. Dat is heftig, hè? Matchvervalsing. Ja, maar dat is krapuleus eigenlijk. En dus het loopt helemaal in het 100. Dan komt hij een tourmanager nog terug op het podium, die vraagt hem voor de micro. En dan roept Ellen Vega nog eens fuck you en dan is het gedaan. We have a microphone back, otherwise there is no show. No show. Impossible. 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 Listen. We're just like a bunch of politicians like every one of you there. We might have that microphone back, otherwise the show doesn't go on. Please, please. Fuck you, man. En daarmee eindigt het concert van Suicide. Daarna begint Elvis Costello aan de set, maar die is kwaad omwille van wat er gebeurt. Die speelt een heel korte, kwaaie, agressieve set en weigert ook om bisnummers te spelen, waardoor het publiek dan weer heel kwaad wordt en er wordt gevochten in de zaal, er wordt brand gesticht, er komen flikken aan te pas, traangas, rock'n'roll. De hel. En ondertussen zitten die twee gasten van Suicide in de backstage hier te bibberen, want die denken van ja, wat gebeurt er hier allemaal, we moeten hier weg. Ze zijn toen weggevlucht door een zijdeur. Daar stonden een aantal woedende fans die het bosje waren omgeroepen hen al op te wachten. Dan zijn ze in een auto gesprongen, achteruit door de Lollepotstraat gevlogen en in plaats van naar hun hotel te rijden in Brussel zijn die meteen rechtstreeks tot in Parijs gereden. Zo'n schrik hadden die hier gepakt in Brussel. Kon het nog erger? Ja, het kon nog veel erger. Een paar weken later in Londen wordt Alan Vega zijn neus in elkaar getoekt door een lid van het National Front en in
Glasgow, en dat is hier nog nooit gebeurd, denk ik, wordt er gewoon een bijl naar het podium gegooid. Dat was het leven van Suicide, de pioniers. We zijn enorm blij dat we hier mogen staan, omwille van het feit dat wij hier normaal niet mogen staan. En normaal, als je hier staat, dan kun je heel goed gitaar spelen of kun je heel goed piano. Wij kunnen allemaal wel een beetje, maar eigenlijk niet goed genoeg om dat hier te mogen doen. Dus spoken word en wat wij doen, mag eigenlijk niet. En toch staan we hier. En daar zijn we zo blij mee dat we ook, naar aanleiding van die verjaardag, toch eens iets speciaals ermee wouden doen. Want normaal, als je naar hier komt, dan betaal je geld aan de kassa om hier lawaai te horen. Decibels. Ja, decibels. Nu, willen wij eens proberen wat het zou zijn als je gewoon, als we eens proberen 20 seconden super stil te zijn? Zou dat gaan? Dat is al goed, hè? Ja. Oké, we beginnen. 20 seconden gaan nu in. En terwijl laten we het licht ook eens helemaal uitgaan. Kan, maar echt alles, hè? Dat is zo'n mindfulness, deze. Misschien nu zacht het licht terug aan. Oh, dat was plezant, deze. Oh ja. Het licht mag terug aan, een beetje. Oh. En misschien het omgekeerde, ja, is alle, licht alle aan. Lichten aan in de AB. Oh, dat is raar, hè? Oh, nu zie je elkaar. Dat is gênant, hè? Oh. Oh, vervelend. Hallo. Ja. Ja, we ervaren ook het rood in de zaal. Dat is wel belangrijk. Dat is er echt voor gekozen. Op zo'n kleurenkaart. Rode kleur van de energie, van de passie eigenlijk. En mensen voelen zich daardoor ook goed. En naar verluid zouden ze daardoor ook harder lachen. Maar daar hebben we nog niet veel van gemerkt, denk ik. Veel reden, het was eerder een groene zaal. Ja, ja, voilà. Ja, er is ook iets met de compactheid van de AB. De mensen willen hier altijd graag optreden. Als je hier staat, blijkbaar als groep, door de vorm van de zaal en de opzet, is hier de klank blijkbaar enorm warm. En ja, is dat de reden, ja, die zaal nog dateert van voor de geluidsversterking eigenlijk. Nu, wat wij denken, waar veel mensen zich afvragen, is van waar gaan die gasten naar afloop naartoe? He, staat er een lijnbus op hen te wachten? Is dat een champagne room? He, is dat een soort van lusje bar? Oh. Wel, we dachten van, nu we hier toch zijn en de tijd hebben, er staat daar een cameraman klaar, Wannas. Dus we gaan nu live eigenlijk de achterkant, de catacombe laten zien van de AB. Kom maar mee. Dit is de gang van de techniek. Hier hangen ook alle groten die hier ooit hebben gespeeld. En zelfs op zondag wordt hier gewerkt. Kijk, hier is volk. De bureaus zijn in gebruik in de AB op zondag. Kom eens kijken, Jim, hier. Kijk, dat zijn wij. Bobby en Jan. Voilà. Bobby Jan in 1955. Kom mee. Belangrijkste straat van heel de AB. Herinner u daarnet de video? Hey, volg eens. De rode lijn. Volgen. Kijk. Herinner je daarnet de video van zwangere Guy die langs de grote poort binnenkomt? Dit is die poort. Die is eigenlijk gemaakt om drumstellen en grote instrumenten binnen te rollen. En voor zwangere Guy. En dit is de container, de beroemde container, waar zwangere Guy toen zijn vuilniszakken vanuit de keuken naartoe bracht. De authentieke zwangere Guy container. Maar we moeten verder. Vlug naar boven. Kom. Leuk aan de AB, je kunt hier nooit verloren lopen, dus je weet dat je de rode lijn moet volgen, dan raak je altijd bij het podium of in je kleedkamer. But mind the gap. Hop, hop, hop. Nu komen de belangrijkste plekken, Jimmy. Ja. Het Walhalla. De AB is niet alleen beroemd omwille van zijn zaal, maar omwille van zijn keuken. Dit is het mekka van het beste rock'n'roll eten in de wereld. Het ziet eruit als een soort hipster studentenrestaurant tegenwoordig, maar het is hier geweldig. Die is er niet, Arno. Normaal zit Arno altijd hier, dat is zijn vaste zetel. Maar het is zondag, dus hij zal naar Oostende zijn waarschijnlijk. Even nog dit tonen. Dit is de fameuze frigo. Nu is die nog vol, maar straks is die leeg. Wij pakken nog alles mee straks. Hè? Dat is rock'n'roll. Zelfbediening. Nu even, hier mag eigenlijk niemand komen. Volg even. Dit is de Artist Residence. Kijk hier. Hier hangt onze jas. Dat is Jan zijn dikke winterjas. En die van mij. Iets wat we altijd meenemen. Onze eigen kikker, ja, voor de lange uren backstage. Ja. En tenslotte onze kleedkamer. Dit is echt wel het grootste. Ik hoor u al denken, wat een klein kleedkamer voor mannen met zo'n succes. Maar we hebben niet meer nodig.
Een paar handdoeken, ja. Wat water, een laptop voor wat mails te sturen naar huis. Voilà. Je pak ook mee, hè. Voilà, pak maar mee. Hop, naar beneden, want er zit nog volk in de zaal. Terug langs de rode lijn. Langs de gang waarin allemaal artiestenrangen die hier ooit gespeeld hebben. Van de vijf naar de vier. Voilà, en terug. En tot zo dadelijk. Je zag het net, we waren in de keuken. Dat is een van de... Ja, de grote trekpleisters van de AB. Het eerste boek dat over de AB werd geschreven ging helemaal niet over muziek, maar ging over de keuken. Het was Backstage Kitchen van Lutte Klerk, die er toenmalig chef was. Ze had er al sporen al verdiend. De rock'n'roll heeft ooit voor U2 gekookt en voor Tori Amos. Toen kwam ze hier terecht, bracht de keuken echt op een topniveau. En het leuke aan dat boek is, als je normaal een kookboek koopt, gaat dat over zo, de desserts apart en de voorgerechten en de soepen en de nagerechtjes. Dat is hetzelfde woord als dessert. En hier is dat totaal niet. Hier gaat het gewoon per genre. Dus per muziekgenre wordt er gekookt. Ja, de tofste zijn van ons Lut zijn de singer-songwriters. Die komen meestal alleen. Dat zijn heel gezellige mensen. De pop- en rockartiesten... De Milo's. De Milo's, ja. De pop- en rockartiesten die hebben allemaal diëten, zegt ze. Dieet van de dag, lacto-gluto. Ja, lacto-gluto in een totale wirwar. Maar de tofste mannen, de absolute weirdo's... Dat zijn de reggae-mannen zoals Lee Scratch Perry. Zegt van ja, die gasten die willen al zeker geen vlees eten, want dierlijk bloed en menselijk bloed, dat vecht in het menselijk lichaam. Vis dan, ja, maar geen bodemvissen en ook geen roofvissen, want die vallen aan eigenlijk. Het moeten ook vissen zijn die uit Jamaica komen. Dus uiteindelijk heeft ze gewoon op de kaart gezet religieus correct zwemmende vis. En die was voor iedereen goed eigenlijk. Wat drinken Jamaicanen graag? Heel raar. Niet zomaar gewoon pintjes, die drinken graag. Guinness. Liters Guinness uit Ierland. Ik bedoel, Ierland zou maken dat 6000 kilometer. Maar de meeste Jamaicanen hebben geen geld om een frico te kopen. En blijkbaar is Guinness het enige bier wat nog een beetje lekker is als het warm is. En ook een speciale vinding voor de hiphoppers. De meeste hiphoppers, ja, die willen gewoon veel. Dus wat wij als één portie rekenen, dan moet je bij hiphop maal 2,5 à 3 nemen. We willen meestal ook geen dingen die exotisch zijn of raar. Dingen die de ma en de bomma kookt, vinden ze heel lekker. Ooit had Lut voor de boys van de Wu-Tang Clan oesterzwammen voorzien. En die dachten, oei, oesters, dat lusten wij niet. Zei, maar nee, dat zijn helemaal geen oesters. Oesterzwammen, dat zijn paddenstoelen. Oeh, dat werd nog door erg. De paniek. Gaat hij ons vergiftigen met paddenstoelen? Dus toen werd het Pizza Hut. Maar Pizza Hut vertrouwden ze ook niet. Dus ze mochten niet gewoon bellen om pizza's te bestellen. Er is toen iemand van de AB, onder begeleiding van twee man van de Wu-Tang, moeten naar de Pizza Hut gaan. Ze hebben in het Engels moeten bestellen, zodanig dat ze konden horen wat er besteld werd. Dus zo'n schrik hadden ze gekregen van de oesterzwammen. Nu, af en toe zijn ze toch van goede wil, de hiphoppers. Ooit is Luther in geslaagd om de boys van De La Soul konijn te laten eten. Dat was een zeer, zeer grote overwinning. De meest merkwaardige mensen die hier altijd arriveren zijn de buschauffeurs. Die hebben maar twee gedachten in hun leven, dat is meer chocomousse en vooral geen groente. Lut zegt daarover, ik ken geen andere mensen die met zoveel afkeer naar groente kunnen kijken als buschauffeurs. Ze zijn wel goede barometers. Als de buschauffeurs zeggen het zijn toffe, dan zijn het meestal ook wel heel toffe artiesten. Nu, de AB is redelijk bescheiden over hun eten. Wat wij nu ontdekt hebben onlangs, ze hebben ons dat trouwens niet gemeld voor deze show, in de Lidl kun je ook dus AB-eten kopen uit de keuken. Wisten wij helemaal niet en helemaal niet duur. Ja. En je kunt Ancien Belgique eten, €1,19 voor een puree, dat is geen geld. Ja. €2 voor chicons. Gewoon houden in de koning 3 maanden vers, ja, eigenlijk. Het is jammer dat ze daar niet meer reclame voor maken, want daar zit een goed businessmodel in, denken wij. Wat hier, je gaat het straks zien als je buiten komt, wat hier ook te koop is, dat is een artisanaal product van de Ancien Belgique, dat is de honing. Hier wordt honing verkocht. En gemaakt. En gemaakt, dat is belangrijk. Hè. Je zou denken, je bestelt dat bij de Meli en dan plakt er dan gewoon de naam AB op. De honing van de AB wordt ook hier ter plaatse gemaakt. En we kunnen dat ook bewijzen. Jan gaat even voor ons naar de wannes. Jan gaat even naar boven, 4 verdiepingen. Want boven op het dak staan wordt de honing gemaakt. Als alles goed zit, hebben we nu contact met Jan Delvaux live. Is hem start. Voilà. We zien de dubbele kin van Jan in HD. Prachtig.
Jan, hoorde je mij al? Jan? Verder moet toch nog niet rector, hè? Jan? 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 Hallo, Jan Delvaux. Dit is de benedenverdieping. Jan? Jan? Hoor, Jan? Jan? Hallo, Jimmy? Jan, hoor je mij? Jimmy? Jan? Ja, Jimmy. Ja, Jan, daar, wat ziet je daar? Wat ziet je daar? Wat ziet je daar? Het is helemaal koud. Ik sta eigenlijk een beetje te rillen. Het is koud. Hoe koud? Hoe koud? Ja, ja. Ik had gehoopt om het atomium te zien of het stadhuis, maar er is gewoon niks te zien eigenlijk. Leuk gesprek wel, ja, ja, Jan. Ja. Dank u. Jan. Dank u. Waarom ik hier sta, heel belangrijk, zijn die twee dozen. Ik mag hier niet buiten gaan, tenzij ik zo'n een beschermpak aan heb. Want hier zitten de hardst werkende medewerkers van de Ensemble Ziek. In deze twee dozen zitten in de zomer 80.000 bijen. Die bijen die vliegen rond binnen de kleine ring van Brussel. En die maken honing en die honing wordt verkocht in het café en het restaurant van de AB beneden. Er staat een hele didactische print hoe het is om te leven in de kast. Jij weet hoe het leven is buiten de kast. Voilà, dus hier staat de koningin, de dar Humor. En de werkster. Dit zijn echte 1000 Brussel bijen, de echte bijen van de Ensemble Ziek. Kom nu gewoon naar beneden terug. Oké. Ik kom eraan. Tot zo. Hier is volk. Snel, haast u. Haast u. Ik ben er al. Ah, prima. Dank u. Voilà, prachtig. Goed gedaan. Amai, dat je hebt dan verwacht in het midden, in het centrum van Brussel. Honing. Dames en heren, tot hier onze rondleiding. En tot hier ons betoog. We vieren vandaag 40 jaar AB. Dat is niet niks. Maar we zijn aan het werken naar de 50. Op naar de future. Nog 10 jaar. Dat wordt waarschijnlijk gevierd met heel grote artiesten van binnen en buitenland. Wij hopen dat we een goede indruk gemaakt hebben vandaag. Dat we er dan ook mogen bij zijn. Nu, het goede nieuws is, de AB is klaar voor de future. Dus wat er ook politiek gaat gebeuren in België, wie hier ook aan de macht komt, wat er met ons land gebeurt, de naam en het huis, ja, is future-proof. Want ancien betekent niet alleen oud België, maar ook voormalig België. Dus wie er ook mee gaat lopen, een ancien Belgique, ja, kan altijd blijven bestaan. Als België niet meer bestaat, bestaat de AB nog altijd. Wij weten ook wie de, niet de volgende directeur, want die wordt nu gekozen. De Klipper is weggegaan, er komt een nieuwe directeur. Maar wij weten ook al wie er in 2030 de nieuwe directeur zal worden. En het zal u niet verbazen als we de naam nu al meegeven, want het is zwangere Guy. En hij heeft ook al, voilà. En hij heeft bovendien ook al een heel bijzonder beleidsplan. Hij zegt, wanneer ik binnen 10 jaar directeur wordt van de AB, voer ik een dubbele shift in voor dag- en nachtprogrammatie. Een AB geleid door twee bazen. Eén die 's nachts mag slapen en één overdag. Voilà. Prachtig plan. We weten al wanneer Guy directeur zal zijn. Hij heeft ook voor een primeur gezorgd. En dat was iets wat we toch wel bijzonder vonden in die 40 jaar AB. Er was nog nooit eigenlijk een liedje geweest waarin de AB werd bezongen. Guy heeft dat op zijn jongste of zijn nieuwe plaat brutaal gedaan. Hij heeft wel laten inzingen door een Nederlander. Maar de AB is eindelijk gequote in een song. Overal geweest, AB in Brussel en shit. Voilà. Overal geweest, AB in Brussel en shit. Overal geweest, de AB Brussel en shit. Top, voilà. Namecheck gewoon, kun je niet beter hebben. Ja. Nu, we geven het laatste woord aan iemand die het kan weten. Het is de man die hier bij de opening in 1979 gespeeld heeft. Het is ook de man die 2x40, die 80 jaar wordt dit jaar. Die heeft een heel, heel mooie wijsheid over de AB gezegd. En wij gaan er volledig mee akkoord. Dank u wel, AB. Fijn dat jullie bij ons waren. Dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag. Ik weet dat jij van de dozen houdt. Die stuur ik jou op vandaag in het pand. Er is nog een kleine bonus voor één mens eigenlijk. Ja. Hè. Vanmiddag hebben we iemand een cadeau gegeven dat je eigenlijk nooit kan kopen in de AB. Dat is namelijk een foto van jezelf met het publiek achter jou dat aan het juichen is. Dat is alleen artiesten gegund die hier in ruil voor een mooie uitkoop zou mogen staan. Vanmiddag was dat gewoon een anoniem iemand. Vanavond hebben we daarvoor iemand uitgenodigd. We hopen dat het maar is.
We denken van wel, hij woont in Mechelen, hij heet Herman Veermans. En Herman is... dag Herman, goedenavond. Herman, dames en heren, misschien even duiden eerst. Hè. Herman is eigenlijk, denk ik, de trouwste klant van de AB. Herman heeft de voorbije 7 jaar eigenlijk... Ja, ik denk dat jij... Ja, hoeveel? Het exacte al ken je niet, maar ik denk dat het 563 tickets of 564 tickets heeft... Pardon? Het zou kunnen, zegt Herman. Voilà. Dus wij vonden wel bij deze viering dat er 1 mens het verdiende om een foto te hebben met jullie die allemaal aan het juichen zijn. Herman, kom maar voor. We gaan jou hier zetten. Even. Dus die mens zit hier 2 keer per week. Dat is zijn huiskamer. Pak iets om te drinken, Herman. Voilà. We dachten, we stellen nu een paar vragen, maar we hebben alleen de vlieg. Ik weet niet of jij dat... Welke kant wil je? Wilt je zo met het publiek? Of wat is voor u thuis in de living tangen, denk ik? Hè? Deze kant, voilà. Zet u daar. De gerechtsdeurwaarder komt nu. Wil jij ons bij op de foto of niet? Dat mag erbij. Kom, Jim. Oké. Okay. Zo draaien, want ja, anders zijn ze al in uw achterkant. Voilà. We hebben veel handen en zo nodig. Ja, dus wacht, even foto. Ja, wacht. Dames en heren, doe het voor Herman. Dank u wel. Dank u wel, Herman. Ja, dank om te komen. Opgepast. Ja, je kent er mee, hè. Herman Veerman. De belangrijkste aandeelhouder van de AB. Hij heeft wel geen tickets gekocht voor vanavond, dus we hebben hem eigenlijk op de gastenlijst gezet, Herman. Voilà, de belangrijkste aandeelhouder van de AB. Jimmy? Ja, Jan? Jij hebt het laatste woord. Het laatste woord. Het is eigenlijk gedaan, dus het is zondagavond. We gaan allemaal rustig naar huis. Dank dat jullie hier waren. We gaan nog een drinken, zelfs. Tot ziens.